Deze video gaat over de Cornell-samenvatting, ook wel de Cornell-methode genoemd. En de Cornell-methode is een manier van samenvatten die ervoor zorgt dat je op een hele goede en sterke manier aan het leren bent. En het heeft er onder andere mee te maken dat je in eigen woorden gaat uh, samenvatten wat er gebeurt tijdens een les of wat er staat in een boek of wat je ziet in een video. En de Cornell-methode heeft ook als eigenschap dat het een hele systematische methode is. De vraag is natuurlijk, ja, waarom werkt die Cornell-methode nu zo goed? Nou, dat heeft ermee te maken dat het een hele sterke leerstrategie is, omdat je op je hele eigen manier bezig bent met het vertalen van wat er gebeurt in een les, eh, in korte en krachtige zinnetjes. En omdat je continu eigenlijk aan het vertalen bent, ben je op een hele actieve manier bezig met de lesstof. Wat je ook eigenlijk automatisch moet doen, wil je een uh, hele... Korte en krachtige samenvatting maken is dat je jezelf continu ook vragen stelt over wat er gebeurt in de les. Nou, als je op zo'n manier bezig bent met de stof, dan ben je je lange termijn geheugen op een hele effectieve manier aan het trainen. Nou, we gaan dadelijk ook zien dat je de Cornell samenvatting uh, kunt uh, gebruiken als je hem eenmaal hebt om uh, te leren voor uh, bijvoorbeeld de toets. En dan ben je de zogenaamde retrieval practice ook heel goed aan het toepassen. Genoeg over de Cornell-samenvatting, maar ja, wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Hoe ziet zo'n samenvatting er dan uit? Nou, kijk even mee. Wat je eigenlijk doet is dat je je papier verdeelt in vier vlakken. Boven en onder een strook en dan twee kolommen. De linker kolom een stuk minder breed dan de rechter kolom. Nou, bovenin heb je niet zoveel tekst nodig. Dan zet je de titel van deze samenvatting. En de tip is om per Onderwerp ook telkens een nieuwe samenvatting te maken. Dus probeer niet te veel informatie in jouw Cornell-samenvatting te stoppen, maar pak dan gewoon een nieuw blad. In het grootste vlak ga je nu je aantekeningen eh, opschrijven. En die aantekeningen opschrijven, dat doe je gedurende de les of gedurende het kijken naar een video. Na de les ga je in de andere kolom de vragen eh, opschrijven welke vragen zijn nu essentieel geweest in de uitleg die je hebt gevolgd. Werk je met een leerboek, dan kan het al ontzettend helpen om eens te kijken of daar de leerdoelen in beschreven staan. Want als het een goede les is geweest, dan zijn die leerdoelen ook aan bod geweest. Vervolgens neem je het blaadje mee naar huis en thuis ga je in het onderste vlak een samenvatting opschrijven. Een samenvatting van een regeltje of 4, 5, waarmee je de essentie vastlegt van wat er in de les is besproken. Oké, okay, aantekeningen maken tijdens de uitleg. Uh, waar moet je of kun je dan aan denken? Nou, ik heb een aantal dingen hier uh, bij elkaar gezet. Ik heb het al eerder gezegd, uh, maar het is belangrijk uh, om die aantekeningen in eigen woorden uh, op te schrijven. Dus neem geen stukken tekst over van uh, bijvoorbeeld het boek, maar probeer dat kort en krachtig in eigen woorden aan jezelf te vertellen. Werk met korte zinnetjes om het overzicht in jouw Cornell samenvatting ook te behouden. Maar vaak kun je al heel veel toevoegen door ook visueel bezig te zijn. Nou, waar moet je dan aan denken? Denk dan bijvoorbeeld aan het toevoegen van een tabel bij je aantekeningen of een afbeelding, een tekeningetje, een schets. Je kunt een woordweb inzetten. En wat ook altijd heel erg helpt is om veelvuldig gebruikte lange woorden, om daar afkortingen voor te gebruiken. Dat maakt het ook een stuk overzichtelijker op jouw blad. Tot slot is het ook uh, aan te bevelen als je dat fijn vindt om in kleurtjes te werken. Uiteindelijk is het, het belangrijkste dat je voor jezelf een methode kiest die voor jou werkt. Heb je eenmaal die Cornell-samenvatting gemaakt, dan kun je hem ook heel goed inzetten bij het leren van de stof, bijvoorbeeld uh, voor een toets. Waar kun je dan aan denken? Nou, eigenlijk heel simpel. Als jij een blaadje legt over jouw aantekeningen, dan krijg je aan de linkerkant in jouw linkerkolom. Een aantal belangrijke vragen die je dan kunt proberen te beantwoorden uit je hoofd zonder te kijken naar jouw aantekeningen. Wat je in de linkerkolom ook altijd kunt opschrijven zijn kernwoorden. En dan is het niets anders dan het uitleggen van elk kernwoord aan jezelf. Komt op hetzelfde neer. Je bent als het ware de kennis die in jouw lange termijn geheugen zit weer aan het ophalen. en elke keer wanneer je dat doet. Ben je aan het leren, want dan weet je één ding zeker, die kennis komt versterkt terug in jouw lange termijn geheugen te zitten. Ook die samenvatting die kun je een functie geven, die samenvatting kun je gebruiken als een snelle check van oké, okay, waar ging die les ook weer over? Wat zijn de allerbelangrijkste onderdelen die ik moet kennen en kunnen bij deze leerstof? Tot slot nog wat tips voor de docent. Als je als docent dit uh, in jouw lessen wilt laten terugkomen, de Cornell samenvatting, dan zijn er wel een aantal punten waar je rekening mee kunt houden of waar je uh, iets mee kunt wellicht. Allereerst het werken met zo'n Cornell samenvatting. Dat heb je als leerling niet in één keer geleerd. Dat is echt een proces van veel oefenen. En hoe meer je oefent, hoe beter je je samenvatting ook wordt. Worden en hoe effectiever je je ook mee leert te werken. Als docent kun je daarop inspelen, bijvoorbeeld door voorgestructureerde bladen te maken. Zo'n blad deel je dan uit voor de les. En wat leerlingen dan uh, moeten, is tijdens de les, tijdens jouw uitleg, op de uh, lege vakjes de juiste termen zetten en de juiste elementen met elkaar verbinden. Je kunt ook zo'n samenvatting gebruiken als bijvoorbeeld een exit-ticket. Dus dat je dan aan het einde van de les zegt: lever nu allemaal je samenvatting in. En dan krijg je ook een mooie feedback van wat de leerlingen hebben meegekregen van jouw uitleg. Zo kun je bijvoorbeeld die samenvattingen of een enkele, een aantal daarvan klassikaal bespreken en eens kijken of inderdaad er geen gekke dingen in staan dat leerlingen jouw uitleg misschien verkeerd hebben verwerkt en dat er misschien sprake is van een misconcept. Als je eenmaal zo'n samenvatting hebt als leerling, dan kun je ook als docent jouw leerlingen daar in een les later nog eens een keer naar terug verwijzen. Dus kun je zeggen, nou lees jongens je samenvatting van de vorige les. En wat je dan eigenlijk heel actief doet, is de voorkennis bij jouw leerlingen activeren. Zodat de nieuwe stof in, de, uh, in deze les beter blijft hangen bij de stof die de vorige les al hebt besproken. Nou, en tot slot zou het ook niet onaardig zijn om jouw lesmateriaal, zeker als je veel met deze Cornell samenvatting wilt werken, jouw lesmateriaal zo aan te passen dat het voor een leerling ook makkelijker wordt om tijdens jouw uitleg uh, zo'n Cornell samenvatting te maken. Je vraagt je misschien af waarom ik uh, zo'n uh, gek uh, gebruik heb gemaakt van de ruimte in mijn dia. Nou dat heeft een reden want wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Ik heb tijdens mijn uitleg aantekeningen gemaakt van de dingen die ik heb gezegd en ik ben stiekem al bezig met het maken van de Cornell samenvatting. Die herken je misschien nog niet. Maar nu misschien wel. Ik heb nu de vier vlakken. De uitleg is voorbij. En ik ga nu eens terugkijken naar mijn samenvatting. En bedenken goh, welke vragen zijn behandeld in de les. En als je die vragen hebt bedacht, nou, dan mag je ze er ook bij zetten. En dit zijn de vragen die ik eigenlijk net heb uitgelegd. Tot slot kun je dan, als je eenmaal thuis bent, nog eens gaan nadenken. Hoe krijg ik nou al deze uitleg kort en krachtig in enkele regels samengevat? En die ziet er zo uit. De Cornell samenvatting een hele effectieve manier om nieuwe leerstof te verwerken.